lange files zondagochtend rondom en op het terrein van het Boshuis en Museum de Bevrijdende Vleugels in Best. Kijk en huiver. Onvoorstelbaar, ik zou me doodschamen, maar goed, doe maar. Hij heeft hem gisteren net opgehaald. Meer dan 1000 Porsches van alle types en uit allerlei bouwjaren verzamelden zich daar voor het Porsche Scene Live treffen 2012. De uitgever van het blad Porsche Scene Live organiseerde het gratis evenement voor alle Porsche bezitters en Porsche liefhebbers. Was dit nou altijd al jouw jongensdroom? Ja, eerst wou ik een 356, maar toen een aantal jaren heb ik besloten om maar een 911 aan te schaffen. Ben jij nou de babe die bij deze auto hoort? Ja. Kun je een beetje makkelijk vrouwen versieren hiermee? Nee, dat nog niet. Dat is nog niet gelukt. Maar dat ligt er niet in de auto, denk ik. Nee, dat ligt niet in de auto, nee. Maar je hebt wel veel bekijks, dat wel. Ik heb zelf een Golf, helaas. Maar ga wel voor een Porsche, denk ik. Het is de vorm, het geluid. Gewoon de modellen vind ik vaak mooi, strak. Ja, ze zien eruit als snelle auto's altijd. Met name denk ik de voorkant, hè, die koplampen. Yes. Waarom geen Ferrari? Nee, ik vind een Ferrari iets te overdreven. Ik vind een Porsche vind ik nog wel netjes om te zien. Een Ferrari vind ik vaak van die Batman-auto's. Ferrari zijn ook mooi, zeker die oude, maar die nieuwe die vind ik niet mooi. Maar ja, ik ben niet Porsche. Ik vind ze gewoon mooier qua vorm en vooral die oude Porsche.